Goedemiddag. We zijn in de prachtige Sint-Petrus Basiliek van Boksel. En naast me staat Tommy van Doorn. Leuk dat we hier mogen opnemen namens het Brabants Orgelproject. Ja. En ik zou jou, ik wil je vragen, kun je iets vertellen over jezelf en over je functie hier? Ik ben hier organist en ook bijaardier van deze mooie basiliek. En ik ben daarmee dus de bespeler van dit prachtige smidsorgel. Het orgel, zoals we het nu zien, dat dateert van 1842. Maar de kerk is ouder. De kerk zelf is 15e eeuws en heeft eigenlijk een hele rijke geschiedenis. Boksel is vanaf de 14e eeuw een bedevaartsoord. Mm-hmm. Vandaar ook dat het een vrij grote kerk is, voor wat in principe zeker in vroeger tijd een vrij klein dorpje was. Inmiddels is het een vrij grote plaats geworden, maar de kerk is altijd zo groot geweest. De kerk is ondertussen natuurlijk een tijd van de protestanten geweest. En is begin 19e eeuw weer in katholieke handen gekomen. En die hebben het sterk verwaarloosde gebouw weer opgebouwd in de vorm zoals we het nu zien. Mm-hmm. En dat gebeurde allemaal in de jaren 1820, 1830. Dus toen dat gereed was, toen is dit orgel gekomen. Zoals gezegd gebouwd door de orgelmaker Smits, die uit Reeg kwam bij Graven. Ja, precies. Want orgelmaker Smits, die hebben natuurlijk in Brabant hier heel veel gedaan. Zeker, ja. Zeker, ik denk dat je zeg maar, de orgelmaker Smits, dan denk je eigenlijk gelijk aan Brabant. Ja. Zou je iets kunnen vertellen hoe dat zo gekomen is? De gebroeders Smits begonnen zo rond ook die tijd, 1820, 1830, met orgelmaken. En het bekende verhaal is eigenlijk dat Smits een autodidact was. Hè? Die had niet in een soort traditie gestaan, maar die had zichzelf het orgelvak aangeleerd door het lezen van boeken van Don Bedeau en Jan van Heuren. Er zijn historici inmiddels die zeggen van dat moeten we misschien iets nuanceren, want ja, een orgel bouwen dat leer je misschien niet zomaar uit de boekjes. Maar wat wel vaststaat is dat Smits in dat 19e eeuwse orgellandschap een hele aparte benadering had, artistiek en ook technisch. Al die instrumenten hebben een heel eigen individueel karakter dat los staat eigenlijk van de tijd. Ja, een beetje eigenzinnig. Zeker, ja, absoluut. Ja. Dus qua disposities en qua formaat en qua klank. Een barok plenum en je hebt ook niet misschien alle snufjes van een Frans romantisch orgel, maar toch kun je heel goed barokmuziek spelen en heel goed Franse muziek spelen. En ja, het gaat eigenlijk volstrekt buiten de periode waar het in gebouwd is. Ja, ja. Nee, absoluut. Bij het ontdekken van dit orgel is mij vooral opgevallen dat het rugwerk het lijkt wel een hele eigen functie te hebben in het concept. Ja, het is, deze orgels die werden natuurlijk gebouwd in een tijd. In de katholieke kerk werd er vooral geïmproviseerd op die orgels en er was koorbegeleiding. Het rugwerk diende echt om het koor en de zang te ondersteunen. Ook nog eens een keer in een tijd komt het eigenlijk voor dat er heel veel Mozart-achtige muziek gespeeld werd. Voor die tijd had je ook nog orkestjes zelfs in de kerk en het orgel ging dat een beetje vervangen. Dus vandaar dat je eigenlijk een soort combinatie ziet tussen hele galante klank enerzijds, wat je ook in het rugwerk heel goed ziet, en toch een soort een soort grote wereld, een soort orkestrale wereld eigenlijk. Ja, mooi. Misschien is het interessant als je wat dingen wil demonstreren over het orgel. Dan verder gaan we even naar boven. Laten we dat doen. Ja. Zo, welkom bij de speeltafel. Ja, enkele klanken van dit orgel. Als we in het klein beginnen, dan begin je altijd bij een prestant. En de prestanten bij Smits die zijn altijd wel heel mooi warm. Die hebben heel veel grond. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de prestant op terugwerk, maar die is dan inderdaad. Ietsje meer aanwezig.
zeg maar, in het geheel. Het is iets ander karakter weer. Ja. En zo zie je dat Smits toch, ja, hij bouwt niet twee dezelfde prestant of zo. Hij maakt daar echt iets, iets anders van. Ja. Nou ja, een prestant plenum. Dat klinkt dan ongeveer zo, als we dat op 16 voet basis gooien. Heeft toch ook nog wel wat klassieks in zich, hè? Het is nog niet een heel romantisch plenum. Maar wat je bij Smits wel vrij snel merkt is tongwerken. Die heb je vrij snel nodig om echt grandeur in de klank te krijgen. En je merkt ook wel dat Smits daar wel van uitgaat in zijn klankopbouw. Dus als ik nou dit plenum even aanvul met tongwerken, ook op het pedaal, dan hoor je al meteen. En dan doet de akoestiek hier het rest, want de akoestiek van deze basiliek is fenomenaal, vind ik zelf. Ja, ergens hoor je ook dat zeg maar in die tongwerken, dat ergens in een ver verleden toch nog uit een beetje uit de Franse traditie komt, hè? Het zijn hele Franse tongwerken inderdaad, want ze hebben echt in de bas, als ik hier de trompet en de clairon van het rugwerk pak en in de laagte hoor je wel. Dat wil wel, hè? Ja. Dat doet het wel. Dat is geweldig. En wat dan ook nog mooi is, zijn natuurlijk de fluiten. Die een heel mooi rond, zangerig karakter hebben. Zeker ook op het derde manual, het echo-werk. Dat vult hij dan nog aan met een gamba. En fluit 4. En een hele mooie ronde tweevoetsfluit die ook als solo heel goed te gebruiken is. Een heel liefelijk karakter. Ja, het is geweldig. Ja, heerlijk. Een mooie zeskwereld. Op drukwerk hebben we helemaal geen vulstemmen. Om daar een beetje briljans in de klank te krijgen, disponeert Smits vaak een eenvoet in plaats van de mixtuur, zodat je toch een briljante klank krijgt. Ja, en ook een beetje orkestmatig gedacht ook weer eigenlijk. Ja. Om dan zeg maar een piccolo in je het op je orgel te hebben. Precies, inderdaad. Dus het is heel orkestraal gedacht en dat al vrij vroeg in de 19e eeuw. Ja. Wat ik dan zelf wel weer komisch vind is dat hij een quint 3 op het pedaal doet. Ja. Want, ja, daar heb je die altijd al in nodig gehad. Als het nou een quint 6 was, dan zei ik van oké. Okay, ja, je kunt een soort... Het heeft iets archaïs eigenlijk, hè? Zeker in de 19e eeuw, een tweevoet en een drievoet op het pedaal. Wat dan nog even leuk is om te vermelden is dat dit echowerk eigenlijk een heel vroeg zwelwerk is. Ja. Er zit hier een trede rechts van het pedaal. Mm-hmm. En dat is een heuse zwelkast. Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is een erg vroege zwelkast. Het is een beetje een primitieve zwelkast. We kunnen dat misschien nog laten zien. Ja. Nou, we zijn hier boven in het Bokstelse Smitsorgel. Hoger dan dit kunnen we niet. Wat we hier zien is aan deze kant het pijpwerk van het hoofdwerk. U ziet hier vooraan de tongwerken. En de rest van het hoofdwerk staat dan richting het front. We kijken hier zo de kerk in. En aan deze kant bevindt zich dus achter het hoofdwerk het echowerk. En zoals ik beneden al vertelde, daar zit een nogal vroeg zwelsysteem in. U ziet hier de jaloezietjes. Het zit met touwen aan elkaar, dus het is niet een heel betrouwbaar systeem. Als het een keer vochtig of warm is geweest, dan hangt soms de helft open of de helft hangt dicht. Maar toch kun je wel wat verschil maken. Smits die paste dit systeem een aantal keer toe. Het zit op een aantal andere orgels van hem. Maar ja, het is een vroege zwelkast, dus interessant dat hij dat in 1842 al nuttig achtte op zijn orgels. En zoals ik al zei, het toetie van dit orgel is ook zeer imponerend. Niet in het minste doordat er een Bombarde 16 op het hoofdwerk zit. En die geeft echt wel behoorlijk wat kracht. Wat we dan weer kunnen vereffenen met die cymbal in de discant, die het weer wat opheldert. En dan hoort u de
volgende klank.